Polestar. We gaan aan de kermis. Ik weet niet of de kermis al open is vandaag, of wat dat morgen pas is. Dat weet ik niet, maar we gaan wel eens kijken wat er allemaal staat. Zijn ze open, dan ga ik daar iets lekkers halen. Ik neem mijn voorzorgen mee, ik neem mijn koptelefoon voor de zekerheid mee. Want het geeft altijd heel veel prikkels, ook omdat de muziek heel luid staat en zo. Daarmee dat ik ook besloten heb om mijn koptelefoon mee te nemen, omdat we daar dan toch rustig kunnen wandelen. En dan gaan we wel zien wat we daar weer kunnen krijgen. Een wafel of ja, suikerspin. Of allebei, dat kan ook natuurlijk, dat ze zien wat het kost. Dat gaan we daar eens bekijken. Dit is een koptelefoon, jullie kennen die wel, die gebruik ik altijd wel. En dat is wel goed om te gebruiken, dus we gaan er naartoe. En dan zien we zelf wel wat er open is of nog niet open is. Dus ben eens benieuwd. We lopen nu hier. Dus we gaan eens kijken wat er allemaal staat. Ja, er is nog niet heel veel open. Ik denk dat dat pas morgen echt gaat beginnen. Maar we kunnen wel eens kijken wat er allemaal staat. De wafel zal ook morgen zijn. De hamburger wat er ook gaat zijn. Dus we gaan eens zien. Er is, dus hier heb je dan een kraampje. Hier hebben ze, dit kom ik altijd. Dus. Kindjes is dat. Wel tof. Ah, leuk. Is dat hier? Gezellig. Hoor, kom ik hier door het land. Als alles goed open is. Dit is zien. Suikerspin. Dat eet ik ook heel graag, suikerspin. Dat vind ik altijd heel lekker. Het gaat goed. Het gaat zeer goed. Hier hebben ze die autootjes. Dat is ook altijd heel leuk als ze daarin zitten. Ik heb dat vroeger als kind altijd gedaan. Hier. Dan stond ik met alles altijd te kijken. Ik vond het altijd super leuk om te doen. Ik vond altijd weg de kaleida gedaan mocht doen eigenlijk met de auto's rijden. Dat was altijd een fantastisch gevoel. Als je het weet, gaat het natuurlijk niet beter. Dat is voor een, alleen voor een kind een speciale attractie. Hè? Als je dat doet. Dus ja, ik heb er heel veel herinneringen op gedaan, ik ging er heel vaak in, dus het is wel leuk. Oh, het is weer niet, ik heb de roosjes. Ja, want er zat de lijf ook aan. En dan... Ik
toen hier. Echt? Ik denk dat er hier de mensen in geweest zijn. Ik heb in ieder geval nog nooit wat ik op te zien. Ik kom heel vaak naar de kermis, maar ik heb meestal alleen dat voor het eten dat ik doe. En soms is dat voor op een moeilijke dus samen met Peter Kindje. Dat is de politie. Dus ja. In ieder geval er eigenlijk niet zo heel veel. Al ik bedoel, als je misschien denken, ah, zie je dan geen brand? Nee, ik zie momenteel geen brand. Dus nee. Er is niet echt iets aan de hand hier. Waar ik loop. Dus geen nood. Nee, sorry. Ik heb er net al gezegd, jongeman, dat het er goed gaat met mij. Dus en hier heb je dan de boksautootjes. Daar heb ik ook altijd heel veel in. Ja, dat is eigenlijk een beetje zo goed als rond waar we zijn. Dus ja, morgen komen we dan nog eens een keer terug en gaan we het zelf een beetje zien gaan. Op het moment dat ik bezig ben, daar boven ik daar beneden en morgen zijn we weer. Dus nu is het volgens mij goed als ik het doe. Ja, kijk. Nee, kijk, je hebt dat hier staan. Je gaat dus, dat is geschiedschot, je gaat dat naar u zelf sturen. Verstaat je? Op Messenger, zodat je dat kunt opslagen. Dat was de bedoeling. Hier staat je, dat is mijn panda, ik bedoel ernaast. En dan moeten we dat naar u zelf sturen. Ik kan je nu tegenwoordig is dat vernieuwd, heer. Ik heb een nieuwe update gehad. Nu. Dus dan moeten we kijken. C-shots, dat is C-shots. Dan moeten we kijken wat er staat. En dan kan je dat gebruiken. Want ik wil dat ook gebruiken voor een emmer. Maar als ik dat mijn gsm aanlaat, zo, dan is die leeg. Die valt altijd leeg. Dus daarmee stuur ik dat naar jou, zodat we dat samen kunnen gebruiken. Kun je misschien ook over een emmertje of Enzo vinden voor ergens zijn handen te kunnen wassen. Wacht, eerst is dat je ding eens aanpassen. Ja, mijn camera is helemaal naar de vanen, maar het doet er ook voor op te nemen. Maar als je hem met het scherm kunnen omhoog doet, dan gaat dat niet. Zet het internet maar uit, want anders is het...